Een hele Yo mensen, welkom bij deze nieuwe vlog. Vandaag was het even tijd om lekker te relaxen. We gingen met z'n tweetjes naar de Efteling en dat was lang geleden. Ik vind het altijd leuk om gewoon even lekker naar een pretpark of zo te gaan. We gingen leuke attracties, we hebben wederom knijterveel gelachen. Maar ja, dat doen we altijd. Dus ik hoop dat je van deze video gaat genieten. Veel kijkplezier en vergeet niet te abonneren. Ik had zo'n voorwoord op peuzelen. Ja, als je dit ziet, dan weet je, dan ben je bij de Efteling. Dan denk ik nog, nee, ik wil niet. Nou, je gaat toch. Is niet zo leuk, mevrouw, zo, als u dit ziet. Eigenlijk hoeveel saus erop zit. Hele klodder erop. Het is een groot nadeel als het aan mij ligt. Een hele goede morgen, jongens en meisjes. En welkom bij deze nieuwe vlog. Vandaag is de dag. Het is eindelijk lekker weer. Ja. Afgelopen dagen heeft het knijthard geregend. Maar vandaag, ik stond op en ik zag gewoon het zonnetje schijnen. Dus ik dacht, dan is het een goede dag om naar de Efteling te gaan. Ja, dus wij gaan lekker naar de Efteling. Worden over 20 minuten opgehaald door Linda opa, taxi. En dan gaan we lekker naar Efteling. Ja, dan brengt hij ons naar het station en dan gaan we met de trein verder. We moeten alleen eerst nog even ontbijten en dat moet wel gebeuren, want daarna moeten we dus 2 uur in de trein zitten. En als we niks eten, dat is natuurlijk niet goed voor je. Dus in deze 20 minuten moeten we even snel naar de Spar. Wil je dat nog doen, zo snel? Ja, dat moet toch. Dat had ik toch gezegd? Ja. Terrein. Dat kan toch makkelijk in 20 minuten, schat? Ja, als we met de fiets gaan wel. Als we gaan lopen, dan duurt het bij jou al heel lang. Oké, jongens en meisjes. Het is dus lekker weer. Kijk, het zonnetje schijnt gewoon. Een paar wolkjes aan de lucht. Ja. Maar ik denk dus niet dat ik mijn jas vandaag meeneem. Ik denk gewoon dat ik het met deze trui ga doen. Want het is nu best vroeg, 10 uur, dacht ik. Ja. Ja. En als het dan al gewoon best lekker is, dan wordt het vanmiddag natuurlijk nog warmer. Ja. Dus even een dagje zonder winterjas. Ja, en mag wel in juli. Ja, we reizen toch gewoon met het openbaar vervoer. Dus het is ook niet dat we op de fiets zitten of zo. En nu werd je bijna aangereden door wielrenners. Ja. Lekker weggaan. Die mogen lekker op een mountainbike pad gaan fietsen of zo. Dit is gewoon een normaal fietspad. Ik zit hier rustig te fietsen en dan komen zij mij rust verstoren. Ik weet niet, jongens, maar wielrenners altijd gewoon, ze denken gewoon dat ze alleen zijn of zo. Dus wel, ik loop hier letterlijk op de stoep. Lin fietst gewoon aan de rechterkant van het fietspad. Hun bellen, dus Lin gaat aan de kant. Gaan hun ook aan die kant? Ja, is niet slim. Maar ik zit weer allemaal te praten en te praten. We moeten even opschieten en we moeten even snel naar de Spar. Want anders gaat het allemaal te laat worden. Ja, spring maar achterop bij mij. Ik denk dat jij gaat fietsen. Ik ga niet achterop bij jou. Dus jij gaat fietsen? Ja. Oké, Linnaar opa heeft ons dus net... Linnaar opa heeft ons net gebracht. En ik zat me net te bedenken. Normaal gesproken kan ik dus gratis met de trein reizen. Maar dat is alleen door de week. Want ik ben dus een student, omdat ik een opleiding doe. En dan krijg ik dus een gratis OV van de overheid. Dan kan ik dus altijd gratis met de trein. Maar vandaag is het zondag. Dus dat is echt niet chill. Dus nu moet ik gaan betalen voor de trein. En weet je wat dan is? Lin moet natuurlijk ook betalen. Alleen zij heeft een dagkaart. Als je onder de 18 bent, heb je voor 7,50 euro ongeveer een dagkaart. Alleen als je boven de 18 bent, dan kan je dat dus niet halen. En dan kan het misschien wel 50, 60 euro kosten. Dus dat is dus wel echt flink taai. Dus ik ga nu even kijken hoeveel dit ritje me gaat kosten. We hadden eigenlijk gewoon beter op een doordeweekse dag kunnen gaan. Dan kon ik letterlijk gratis. Ja, eigenlijk wel. Alleen, ja, we voelden gewoon de noodzaak om vandaag te gaan. Ja, en gisteren had het gewoon al zo erg in ons geheugen gestampt dat we nu wel moesten. Dat is waar. Vandaag is het natuurlijk wel voor het eerst in lange tijd lekker weer. Dus eigenlijk mogen we niet klagen. Al hoop ik dat de wachtrijen niet al te lang duren. Want als ik langer dan een half uur moet gaan staan... Jij gaat altijd zeuren, joh. Dan word ik zo vervelend. Alleen als je langer dan een half uur moet staan. Ja. Moet wachten, zeg maar. Word je alleen dan vervelend? Nou, vind je dat dat anders is dan? Ik vind dat je altijd vervelend bent. Dat grappig. Oké, we zitten in de trein en ik heb dus een kaartje gekocht, maar met 40% korting. Want als ik door de week gratis kan, kan ik in het weekend dus met 40% korting. Dus het is in totaal ongeveer 25 euro, dus valt best wel mee. Valt hartstikke mee, het is wel wat chill dat ze dat ook doen. Ja, en dus we hebben even nog een American cookie gekocht, dus die gaan we oppeuzelen. En dan over anderhalf uur ongeveer zijn we eindelijk in Efteling. Ik had één juf die zei altijd, tast lekker toe. Dus jongens... Tast lekker toe. Jongens, je gelooft het of niet, maar we zijn er. Ik heb even mijn zonnebril opgezet, want de zon is heel fel. En ik kreeg dus een aantal reacties van jullie dat ik altijd zeg maar zo loop. En dat je dus dan een zonnebril moet opzetten, omdat het slecht is voor je ogen. Maar kijk eens aan. Ja, als je dit ziet, dan weet je, dan ben je bij de Efteling. Dan ben je bij de Efteling. Ja. En gelijk zo'n gevoel alsof je letterlijk in een sprookje woont. Als we vandaag nog tijd hebben, gaan we dan eens even in het sprookjesbos. Want weet je, ik ben dus de laatste 5 jaar, elk jaar wel een keer naar de Efteling geweest. Maar geen één keer meer in het sprookjesbos. Nee, ik ook niet. Het is echt wel heel lang. Ik ben er maar 1 keer in mijn leven geweest. We gaan sowieso in alle attracties, jongens. Ik heb gekeken. Het valt dus wel mee met hoe druk het is. Het is ongeveer 20, 30 minuten wachten overal. Dus dat is gewoon heel chill. Wat vinden jullie van mijn mooie festivalbril? Ik vind hem dik. Dik. En kijk even naar Linnaar Outfit.
Dit verdient een applausje. Ik vind echt dat ze er mooi uitziet. Jessie, en ook met die zonnebril. Je hebt, dat is je nieuwe zonnebril. Dat is mijn nieuwe, ja. Oh, ik val me nu pas op. Nou jongens, we zijn binnen en Lynn heeft even lekker zomers aangekleed. En als eerst gaan we in de Python. Ja. Python gaat 2 keer over de kop en 2 kurkentrekkers. Ja, en zeg maar, je weet toch wel wanneer je in zo'n looping zit, ja? Dat al je hoofd helemaal zo. Ja? Dat al je hoofd helemaal zo. Ja. Ja. Dat is niet zo fijn. Kijk, dit zijn dus die 2 loopings en er zitten ook nog 2 kurkentrekkers. Ja. Vroeger was dus de Python de enige attractie waar ik niet in durfde in heel de Efteling. Chills. Ik vond het gewoon 2 keer over de kop en wel iets gewoon te eng. Dat was gewoon net too much. Ja, maar nu durf ik. Oh ja, dat is fijn. Kijk dan, ik vind dat over de kop gaan zo'n lekker gevoel. Ja, zeg maar. Als je zo helemaal naar achter geleund, ik vind dat zo'n lekker gevoel. Weet je wat het ook is? Je hebt er zelf geen controle over. Ja. Dus als jij denkt of nee, ik wil niet. Nou, je gaat toch. Ja. Zo'n lekker gevoel als ik dan in dat karretje zit en hij gaat zo naar beneden. Hij zit zo. Het enige rotte wat ik altijd vind, is dat stuk omhoog wat je eerst. Dat duurt zo lang en ik heb een beetje hoogtevrees. Maar als ik dat vind ik gewoon vervelend, maar als hij dan eenmaal gaat, dan vind ik het echt lekker. Oké, jongens, we zijn uit de Python en hij was best wel leuk. Ik ben zelfs een beetje duizelig. Ja, ik kwam eruit en hij zei, ik ben wel een beetje duizelig hoor, maar ik heb helemaal nergens. Zo in de verte zie je dus een piratenboot en daar gingen we net in. Alleen zeg maar, als je in het midden bent, dan ga je natuurlijk niet super hoog, dan ga je het maar zo. Maar als je aan het einde zit, dan ga je natuurlijk heel dat zo, dan kom je natuurlijk veel hoger. Ja, je steekt dus veel hoger uit. Ja, dan heb je heel erg dat gevoel in je buik. Dus ik wou heel graag van achter. Alleen er was zo'n mevrouw en ze was gewoon best wel een beetje aan het zeuren, een beetje een Karen. En wij komen letterlijk als laatst in dat ding. Ja. Dus je raadt het al, alles zit vol, we moeten in het midden. Alleen waren 2 kinderen achter ons, best wel kleine kinderen. En we wouden waarschijnlijk gewoon in het midden. Dus wij zeiden zo van, willen jullie ervoor? Dus ze zeggen ja. Die vrouw zegt, doorlopen, je mag niet ruilen. Dan misgun je toch gewoon. Ja, wij dachten echt van, hoezo, wat voor probleem is dat? Maar als hun daar willen en wij willen achter en ja. En toen daarna, ik weet gewoon, ik ga er best vaak in die piratenboot. En normaal gaat hij echt best lang en nu stopt hem ook al veel sneller terwijl hij niet super druk was. Nee, ik wil blijkbaar iemand zijn telefoon, weet ik wel, waarschijnlijk een filmpje aan het maken was. Ja. Alleen dat mocht niet in alle grote toestellen. Snap ik wel, alleen ze zei ook ja, daarom hebben we vroeger moeten stoppen, maar dan verpest je het eigenlijk voor ons. Ja. Is niet zo leuk mevrouw, terwijl, als u dit ziet. Eigenlijk is het gewoon op eigen risico, dus ja. Maar die mevrouw was ook gewoon echt een zuurpruim. Ze keek ook kwaad over. Ja, alleen dan denk ik ook zo van ja, als je nou zo'n zuurpruim bent, zo werk je dan in een pretpark voor kinderen. Ja. Jongens, we hebben even iets lekkers gehaald. Een ijsje, een sundae aardbei. Alleen het bakje is dus gewoon van een koekje. Dus kan je opeten. En dat is eigenlijk ook heel erg mooi even. Oh ja, goeie. Ik slaap je. En Lynn heeft een cupcake. Ze bestelde die cupcake. Lynn bestelde dus die cupcake. Koopt ze hem, loopt ze weg, vergeet ze de cupcake. Ik denk niet dat ik de enige ben hoor. En ik heb dus de tactiek. De wachtrij is ongeveer 20 minuten. Dus we kopen dit. Dan nemen we het mee voor in de wachtrij. En jongens, als jullie me net met deze lepel zagen. Ik realiseer me net dat deze hier op tafel lag. Want mijn lepel zit vooral in mijn ijs. Nou. We gaan in ieder geval even deze chappen in de rij. Yes. Hey jongens, het is tijd om in de piranha te gaan. De piranha. En je wordt helemaal nat. Ik zie iedereen al die super nat wordt. Ik hou niet van nat worden. Ik vind het echt zo verschrikkelijk. Niet grappig. En weet je wie het leuk vindt? Bessie Remery. En daarom sta ik hier in de rij. Ik vind piranha of boomstammetjes of zo nooit leuk. Maar ik vind het geweldig. Maar ik heb ook vaak dat geluk dat ik gewoon niet nat word. En dat is crazy. Want je moet ook gewoon niet nat worden. Je moet dat geluk afdwingen. Als je de hele tijd zit te zeuren zo van ik wil er niet in, ik wil er niet in, want dan wordt het nat. Dan word je ook nat. Oh, nou, het valt nog mee. Lynn is een beetje nat geworden. Ja, het valt mee. Ik zeg gewoon dat. De jongen naast ons is helemaal doorweekt. En wij het maar aanzien, hè. En wij het maar aanzien. Mijn broek is dus wel echt helemaal doorweekt. En Lynn de achterkant van haar een beetje. Ja. Maar mijn broek op zich ook best wel. Kijk. Ja. Maar dat jongetje naast ons was echt helemaal doorweekt. Die was helemaal doorweekt. Ik vond het gewoon zielig eigenlijk. Ja. Elke keer, hij keek ook echt niet blij. Elke keer was hij ook degene die net echt gewoon die grote plays opving, zeg maar. En zijn moeder was hem ook gewoon heet aan het uitlachen. Ja, het is zonde. Jongens, we zitten bij Ravelijn. En dit was vroeger echt de shit. Dit was zo leuk vroeger. Lynn weet dus niet wat het is. Ze heeft het nog nooit gezien. Nee, ik wist hier ook eigenlijk niet van of zo. Dit is echt zo leuk. Dit is echt mijn jeugd. Kijk, het is een soort van toneelstuk of zo. Ja. Kijk dan, de paal. Blijkbaar woont die paal al heel zijn leven in de kermis, hoorde ik net. Kermis. In de Efteling, hoorde ik net.
echt bizar. Hij is ook helemaal niet bang of zo. Er staat hier gewoon foto's van hem te maken, het boeit hem niet. Alsof niks is. Maar wat vond je van de show? Ja, ik vond het echt leuk om te zien. Waarschijnlijk als ik... Ik moest even op de foto, maar wat vond je van de show? Ik vond het echt heel erg leuk. En waarschijnlijk als ik dit als klein kind had gezien, had ik echt gedacht van, oh my god, dit is zo gaaf. Alleen ik vond dit echt super leuk. Het is gewoon heel erg vermakelijk. En een jaar geleden was dus blijkbaar die hele show in de fik gevlogen. Ja, en er waren toch ook mensen bij. Ik zou juist willen denken dat het gewoon bij de show hoorde. Maar jongens, dat was niet. Voor als je erbij was. Jongens, ik heb even lekker iets te eten. Een broodje gehaktbal met satésaus. Maar je noemt het eerder een broodje saus met gehaktbal. Ja, moet je even die saus zien, jongen. Kijk hoeveel saus erop zit. Hele klodder erop. Nou, lekker smikkelen, toch? Ja, toch. Oké, jongens, de pret is weer voorbij. Ik zit weer op het station, onderweg naar huis. En ik zeg wel altijd, het is leuk in Zeeland. We kunnen lekker langs de zee rijden. We kunnen lekker door het bos rijden op het fietsje. Maar nu mogen we wel 2 uur naar huis rijden. Ja. Dat is het nadeel. Dat is best een groot nadeel als het aan mij ligt. Ja, en vooral als je dan ook een trein hebt waar je geen oplader in hebt. Ja, alleen haar telefoon is dus leeg. En de laatste tijd gaat hij alleen maar sneller leeg. Alleen, we moeten zo'n end moeten we reizen. En dan zijn we de hele dag weg geweest. En ja, dan is om een duur je telefoon wel een beetje aan zijn einde. Je wordt er moe van. Van je verhaal. Ja. Maar het was al leuk in de Efteling. Alleen, we komen er gewoon iets te vaak. Ik kom er nu 1 keer in een jaar met school. En 1 keer zelf. En dan heb je het op een gegeven moment wel gezien. Dus we hebben nu de afspraak gemaakt. We gaan even niet meer naar de Efteling. Maar we gaan even naar iets anders. Ik ben dus nog nooit in Plopsaland geweest. Nou, echt toen ik 3 of 4 was. Ja, en dat klinkt misschien gek. Alleen blijkbaar zijn er dus echt gewoon best leuke attracties. Dus mocht je nou naar een pretpark willen waar je nog nooit bent geweest. Ja. En echt best leuke attracties. Ik ken echt veel mensen die erheen zijn gegaan. En echt voor onze leeftijd, voor 15-jarige leeftijd, 20, noem het maar op. Opa's en oma's ook. Best leuk. Ja, en Toverland. Toverland wil ik ook nog een keer naartoe. Ja, daar ben ik wel een keer geweest, maar heel lang geleden. Ja, ik denk dat voor mij 4 jaar geleden of zo. Alleen dat lijkt me best wel leuk om daar nog een keer naartoe te gaan. In ieder geval, wij gaan even lekker wachten op de trein. En ik heb even een kaneelbroodje gekocht. En jongens, dit vind ik zo lekker. Ik vind alles lekker, maar dit is echt lekker. Jongens, we zitten in de trein en links zijn net. In de trein heb je geen oplader, maar we zijn zo erg geblest. Ja. De eerste trein in weken dat we een oplader hebben. En precies wanneer we het nodig hebben. Gelukkig maar. Mijn telefoon 15%. Alleen haar telefoon helemaal leeg. Helemaal leeg. Dus gelukkig hebben we onze oplader mee. Je kunt nog even 2 uur lang filmpjes kijken. Het is dus de EK-finale. Ik dacht al, ik kan niet kijken, maar dat ga ik nu even kijken. Jongens en meisjes, we zijn weer terug. En Lin heeft weer even een taxi geregeld. De taxi is Lin haar opa. Ja. En die komt Lin altijd ophalen. En aangezien ik met Lin ben, komt hij mij ook ophalen. En dat is super chill. Gelukkig mag je mee. Oké, we zijn weer thuis. Lin, haar opa, heeft ons even gebracht. En dat is echt super aardig van hem. Gewoon om 11 uur kwamen we aan. Hij had ons nog even gebracht. Ik moest nog even de deur op slot doen. Maar Lin heeft even nachos gemaakt. En hoeveel jij eet op een dag? Dat is echt niet waar. Ja, ja. Zagrijden. Oh nee, het valt wel mee. Ja. Het valt wel mee hoeveel we eten. Alleen we eten gewoon. Niet zo heel gezond. Nee. Maar jongens, daarvoor is het weekend, hè. Morgen gaan we weer gezond doen. Ik ga maandag, dinsdag, woensdag gaan we sowieso gezond eten. Donderdag gaan we naar een evenement in Amsterdam. Dus dan is het kans klein dat wij gezond gaan eten. En dan vrijdag is het weekend. En volgend weekend weet ik niet wat we gaan doen. Volgende week gaan we dus waarschijnlijk naar een voetbalwedstrijd. Superleuk. Ik ben zo moe van deze dag. En ik vind het altijd zo fijn om dan weer lekker thuis op de bank te zitten. Gewoon lekker te gaan slapen. Oogjes toe. En morgen weer een nieuwe dag. In ieder geval, zoals jullie hoorden, wij gaan lekker slapen. Morgen heb ik weer een drukke dag op de planning. Ik heb er zin in. Nieuwe week, nieuwe kansen. Dagvloggen. Esso naar iedereen die sowieso elke vlog kijkt. De views zijn weer een beetje omlaag. Sinds ik even die 5 dagen break had genomen. Dat is een beetje taai. Ik vind het wel jammer. Maar ik ga gewoon strijden en ik heb echt weer een soort van nieuwe motivatie. Mensen, als je ons nog niet volgt op TikTok, als je TikTok hebt, Wesley en Lin. Binnenkort is het heel leuks aan. We gaan even knallen. We gaan misschien weer muziek maken ook binnenkort naar de studio en zo. Nog 2 weken is vakantie. 2 weken, het komt echt als weer dichterbij. Ik zeg bijna elke dag aan het begin of het eind. Ik moet er mee kappen. Het is toch leuk om ergens naar uit te kijken. Even naar boven. Lin gaat nog even de nachos opeten, denk ik. Ja, we zijn op. Moet alleen nog opruimen. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Like, abonneer. Tot morgen om 4 uur. Niet 7 uur. Oh mijn god. Ik dacht dat het gewoon kaas was. Die oranje nagel. Ik dacht al, hoe kan je zoveel kaas aan je vinger hebben? Viezerik. Ik dacht al. Wat denk ik, dit is kaas. Dit is gewoon mijn nagellak. Oké, jongens, we gaan lekker slapen.